Hallo serpentjes, ik ben Xurban Gameplay en welkom bij een nieuw avontuur van Freddy Fish. We zijn er. Laten we oma Octavia vertellen waar we vandaag naartoe gaan. Yay, wat een saai begin van deze game. Chillen met je oma. Ah, daar zou je er hebben. Hallo allebei, Freddy en Lubas. Hey, oma. Hi, oma Octavia. Oma Octavia is de oma van Freddy. Lubas, deze willekeurige oude vrouw is niet jouw oma. En als het wel jouw oma is, zijn jij en Freddy waarschijnlijk broer en zus. En dat verandert best wel hoe ik kijk naar Freddy Fish Hentai. Sorry voor de onderbreking, we gaan weer verder. Niet heel lang bij je op bezoek komen. We zijn op weg naar het pretpark Koraalgrot. Koraalgrot! Veel plezier. En doe geen domme dingen. Dankjewel, oma. Doei. Dag. Dat is zo'n dom advies. Doe geen domme dingen. Alsof je het anders wel Wacht zou doen. Wacht op mij, Freddy. In ieder geval, welkom bij Freddy Fish 5. De Zaak Zeemonster 2002 Humongous Entertainment en Divisie van InfoGames inclusief alle rechten voorbehouden. Dat is de volledige naam van de game. Altijd de kleine lettertjes lezen. We gaan even deze kant op. Er is namelijk nogal wat commotie. Even kijken wat er aan de hand is. We gaan ons toch niet tegenhouden door zo'n stom zeemonster. Als wij het pretpark Koraalgrot in willen, dan hij is een soort Donald Trump. Laten we het Make Koraalgrot great again! Dat zeg ik nu ook altijd. Jaag het monster weg. Mag ik even? Ik ben Freddy Fish en dit is mijn vriendje Freddy Lubas. Oh, ik kan het ook gewoon. Ik ken deze hele game in mijn hoofd. Mario Sardini. Ik heb de Koraalgrot ontwikkeld en er een prachtig pretpark van gemaakt. Dat is best cool. Maar burgemeester Marlijn heeft het pretpark gesloten omdat er in de buurt een zeemonster is gesignaleerd. Voor jullie veiligheid, toch? Wij staan niet toe dat zo'n zeemonster ons plezier vergalt. Jij hebt het beste goed punt. Oké, hey ho. Wacht eens even. Heeft iemand dat monster gezien? Ik en ik ben met twee hoedjes geschrokken. Het heeft mij ook de stuiver op het lijf gejaagd. Ze lijken niet heel bang. Hier zit een visluchtje aan. Maar Freddy, wij zijn toch ook vissen? Goed punt. Nee, Lubas. Ik bedoel dat hier iets niet helemaal klopt. Iets niet in de haak is. Hè? Hè, visgrapje? Lubas en ik gaan uitvissen wat uitvissen? Dat monster eigenlijk wil. Maar jullie moeten ons wel wat tijd geven. Daar zit wat in, Mario. Laten we die kinderen een kans geven. Er is een zeemonster. Laat de kinderen het oplossen. Goed, wat een goed idee. Je hebt tot het einde van de dag. Prima, prima. En dan jagen we dat zeemonster uit ons pretpark. Jagen we dat zeemonster de dood in. Jeetje, ik weet niet, Freddy. Een zeemonster, dat klinkt best wel doodeng. No. Maak je geen zorgen, Lubas. Chill. Ik weet zeker dat er een logische verklaring is voor het feit dat het zeemonster iedereen de stuiper op het lijf jaagt. Vast. We moeten beginnen met het pretpark Koraalgrot in te gaan en naar aanwijzingen te zoeken. Goed idee, goed idee. Ik bedenk me trouwens opeens wat. Wow. Waar wil je naartoe? Ik zal het zo vertellen. Wij gaan de Koraalgrot onderzoeken. Niemand mag het pretpark in, luidjes. Orders van burgemeester Marlijn. Maar wat als we alleen maar willen helpen? Is er helemaal geen manier om erin te komen? We hebben een handtekening nodig. Als burgemeester Marlijn zijn handtekening onder deze vergunning zet. Daar gaan we voor zorgen. Kijk, wat ik dus wilde zeggen, is in de wereld van Freddy Fish heb je altijd paden. Zo, je kan hierheen, je kan hierheen, je hebt zo die grot en daar kunnen we niet in. Maar het is onder water, je kan toch gewoon zo om dat hek heen zwemmen. En dan ben je toch gewoon binnen. Het is net als bij SpongeBob, dat je, als je over de logica na gaat denken. SpongeBob kan ook gewoon een glas water tappen. Zo van, hij is onder water. Het is hetzelfde ding hier, waarom hebben ze een voetpad? Ze hebben niet eens voeten. Maar oké, we moeten in ieder geval de handtekening van burgemeester Marlijn halen. Geen probleem, dikke prima. Ik weet nog redelijk uit mijn hoofd hoe het zat. Hij is bij de kapper, volgens mij.
Ze moet even de kapper vinden. Jij ziet eruit als Harry High. Dat is inderdaad Harry High. Dat komt omdat we een tweeling zijn. Ik heet Harriet. Harriet High. En dit is mijn vriendje Lubas. Aangenaam kennis te maken. Hetzelfde. Wat verkoop je dan, Harriet High? Planktos is niet alleen meer voor kaakvissen. Hoeveel voor een zak planktos? 1 paarse zeeegel. Goeie deal, goeie deal. De hele munteenheid van paarse zeeegels werkt niet echt, want het begint bij 1. Alsof wij gewoon 1 euro hebben en het hele concept van 50 cent bestaat niet. Het maakt prijzen zo moeilijk. Je hebt wel meerdere kleuren zeeegels. Je hebt ook oranje en zo, die zijn dan meer geld waard. Maar het begint bij 1. En bijna alles is 1 paarse zeeegel. Hier is de burgemeester. Hallo. Ik ben Freddy en dit is Lupas. We willen de burgemeester graag spreken als dat mogelijk is. Ik ben Karel. De burgemeester heeft tijd voor jullie zodra ik klaar ben met zijn schoonheidsbehandeling. Ik ben alleen mijn nummer 7 vinnenkam vergeten. Niet de nummer 7 vinnenkam. Hij moet nog in mijn kapperszaak zijn. Ik ben tegenwoordig ook zo afwezig. Ik zal hem gaan zoeken. Yes. Wij zullen hem gaan zoeken. Als je dat wilt. Ik vind het wel. Lief. Zwem zo snel mogelijk naar mijn kapperszaak. Daar zou de vinnenkam moeten liggen. Het is wel weer super cliché dat zijn we precies de vis die hang kapper deze is. Aan het haakje in de kapperszaak als jullie de vinnenkam hebben gevonden. Ja, is goed man, is goed. Oké. Okay. Zeg maar, ik wil niet beweren dat de vis die hier de kapper speelt homoseksueel is, maar het is wel duidelijk dat precies de vis die kapper is, maakt ze een beetje flamboyant van En ja, dat is gewoon gemeen, want er zijn gewoon heel veel homoseksuele kappers. En nu probeer je gewoon een soort stereotype te in te boren bij onze kleine kinderen. Bij ons in de buurt hebben ze ook zo'n kapper. En een van die kappers is dan ook de eigenaar. En dat is een homoseksuele man. En heel veel mensen willen gewoon per se door hem geknipt worden. Omdat hij kan supergoed knippen. Fuck al die 20-jarige vrouwstagiaires. Nee, sommige mensen zeggen, nee, ik wacht. Net zolang dat hij vrij is, dan kan hij me knippen. Hij heeft me wel eens geknipt. En je ziet het. Fucking mooi. Valt wel mee. Verder vind ik het grappig dat de burgemeesters naam niet begint met een B. Het is gewoon een heel grote B van burgemeester. Het enige kutte is, ik ben nu helemaal in paniek vergeten welke kam die nodig heeft. Ik hoop het als ik de keuze zie aan kammen. Hij heeft niet kam 1 tot en met 50, alleen maar specifieke kammen. Dus hopelijk kan ik nog eventjes, als ik helemaal de deur open heb, dan denk ik, oh ja, die kam hebben we nodig. Ik vraag me af, misschien is het deze. Ik denk het wel. Yes! Wel veel vertrouwen trouwens, die kapper in een stel kinderen. Gelukt! We zijn binnen, Lucas! Great succes! Joepie! Yay! Oké, naar binnen. Oeh, dat is een nummer 9 of een nummer 7? De sleutels hangen aan het haakje, zodat Karel ze makkelijk kan vinden. Zodat mensen Karels winkel in kunnen. Prima. Nou is de nummer 9. Deze kindergame is best moeilijk. Je moet gewoon getallen onthouden en shit. Kijk eens aan. Dit moet de vinnenkam zijn die Karel nodig heeft voor de schoonheidsbehandeling van de burgemeester. Mm-mm. Daar zullen we snel achter komen. Gaan we zeker snel achterkomen. We gaan die kant op. Burgemeestertje. Oh, dat is de verkeerde kant op. Burgemeestertje. Hier is een kam. Nummer 9'tje. Probeer deze vinnenkam, Karel. Please. 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 Dit is niet de goede vinnenkam. Welke vinnenkam heb je nodig? Ik heb de nummer 7 vinnenkam nodig. Verdomme! Mijn geheugen heeft me verraden. Ik zou zweren dat het nummer 9 vinnenkam was. Why? Why? Fuck. Ik kan zo weinig. Zelfs Freddy Fish is te ingewikkeld voor mij. Ik moet stoppen met bestaan. Dit zou de juiste vinnenkam moeten zijn. It better. It better. Oh. Je bent zo efficiënt. Nou, efficiënt valt wel mee, denk. Oh, lekker. Kun je de schoonheidsbehandeling van de burgemeester nu afmaken? Maar natuurlijk. Ik ben zo klaar. Komt-ie hoor. Ik kan me nog herinneren. Dit vond ik als kind altijd super grappig. Moet je zien wat hij doet voor de schoonheidsbehandeling. Kam. Hij pakt de schaar. Hij doet niks. Yeah. Klaar. Tot morgen, meneer Marlijn. Het blijft grappig. Uitstekend. Hij doet niks. Ik wil deze baan. Het is ook gewoon echt zielig hoe hard ik moet lachen om Freddy Fish Games. Het is gewoon mijn jeugd gemengd met hele flauwe kleine poepgrapjes. Dat is gewoon good vibes. Oh, hier is de jazzy slak. Ja, natuurlijk. Hallo, is daar iemand?
Wij zijn het, Freddy Fish en Lubas. Hey, luidjes, ik ben Sam. Ik probeer dit bord te repareren. Sam geeft geen neus. Heeft hij tegen ons? Ja, joh. Bijna weer tippie-toppie, behalve die bout waarmee dat bord vastgemaakt moet worden. Oh, die bout die in dat beest zit, ja. Gevallen. En ik zit hier vast. Hij vindt het best chill om vast te zitten, blijkbaar. Je helpt krijgen en je helpt het bord vast te maken. Hey Freddy, dat doet me denken aan een raadsel. Hoe laat is het als een olifant op een hek gaat zitten? Weet ik niet. Tijd om een nieuw hek te kopen. Oh, sick. Zag je dat? Oh. Je hebt de schelp aan het lachen gemaakt. We moeten de schelp aan het lachen maken, oké. Okay. We moeten een killer joke vinden. Misschien kunnen we de bout pakken terwijl de schelp lacht en haar mond open heeft. Oké, okay, dat is een goed idee. Doe wat je kunt om haar uit deze precaire situatie te bevrijden. We helpen je graag. Ik vind alles goed als het maar inhoudt. Voor mij moeten we ergens een grappenboek kopen. En die kun je ook gewoon gebruiken voor een grote hoeveelheid aan foute woordgrappen. Dus ik heb er zin in. Wat gebeurt hier allemaal? Hallo, ik ben Freddy Fish en dit is mijn vriendje Lubas. Hoi. Hey, hallo. Hey. Mijn naam is Handige Henk. Handige Harry. Hey. Chill. Mogen we dat ding van je hebben? Waar gebruik je deze voor? De tang. Die gebruik ik om dit grote schip uit elkaar te halen. Ik kan geen fles vinden die groot genoeg is om het ding in te stoppen. Oh. Het uit elkaar halen van een schip moet moeilijk zijn. Zo'n schip in een fles is wel echt bizar. Hoe de fuck maak je dat? In mijn hart. Als ik een fles had die groot genoeg was voor dit schip, zou ik de tang niet nodig hebben. Misschien kunnen we er een voor je vinden. Is goed. Dat zou geweldig zijn. Dat zou wel geweldig zijn, ja. Hoe werkt dat? Zo'n schip is zo'n fles. Bouw je er met een soort pincet in de fles? Je kan ook gewoon de onderkant van de fles, zo'n fles kopen zonder bodem, dan gewoon de bodem erop zetten. Er zijn meerdere mogelijkheden. De fles krimpen met een krimpstraal. Ik heb geen idee hoe ze zo'n ding in de fles stoppen, maar het is wel cool. Even kijken, we hebben nog steeds de handtekening niet. Misschien moeten we nog even dat contract met de burgemeester gebruiken. Een goed idee. Ta-ta-da-da! Marjolein, we hebben hier een vergunning die we u wilden laten tekenen. Hiermee kunnen we de koraalgrot betreden, zodat we het mysterie van dit angstaanjagende zeemonster kunnen oplossen. Yeah, boy. Ik hou van die man. Huh? Oh, ja. Er is een zeemonster dat de burgers van de koraalgrot terroriseert, nietwaar? Nee. Wat doet hij? Inkt. Oh ja, zo doet het ook altijd. Wel handig, heb je altijd pen bij je. Bedankt, burgemeester Marlijn. Nu zal agent Annie ons de koraalgrot inlaten. Alle toffe peer, die burgemeester. Succes, allebei. Dank je. De burgers van de koraalgrot treffen het maar dat jullie hier zijn in deze tijden. Wow! Thanks, burgemeester. Shout-out naar jou, bitch. Oké, dan, even kijken. We kunnen nu naar binnen. We kunnen ook gewoon even dit gebied verkennen. Ah, gaan we naar binnen. Prima. We hebben in ieder geval vast toegang tot het koraalgrot. We hebben de eerste aflevering niet volledig onze tijd verspild. Hier is de vergunning met de handtekening van burgemeester Marlijn. Oh, geloof je het zelf? Wel, heb je me ooit. Ga maar naar binnen, thanks. Maar vergeet niet wat ik jullie heb verteld. Dood en verderf, ja. Dat zeemonster is enorm. En het is kwaadaardig. Oké, dankjewel. Niet bang zijn, hè, Freddy? Niet bang zijn, Lubas. Komt goed. Eens even kijken, wat is dit? Wat is dit? Een soort schimmel of zo was het, toch? Dat stinkt verschrikkelijk. Kijk naar die enorme hap die iemand eruit heeft genomen. Oh, dat is het ding. De bek van een zeemonster is groot genoeg voor zo'n hap. Dat is minder. Ik dacht precies.
precies hetzelfde, Lubas. Het zeemonster heeft dit vast zitten eten en een stukje laten vallen. Nou, is fijn. Zullen we het meenemen? Nou, goed idee. We zitten het monster dicht op de hielen. Yeah! We moeten dit stukje laten analyseren. Analyseren. Dus eigenlijk is het nu een monster. Goed gezien, als je een stuk Freddy. Stof wil laten analyseren, noem je het vaak een monster. En in België, heb ik geleerd bij mijn cursus analytische chemie, noemen ze een monster vaak een staal. Wat ik nog steeds een raar woord. Een staal. En moet je een staal nemen. We gaan een staal analyseren. Niet monster, staal. Ben je dat ook weer? Belgen. Nou ja, even kijken voor deze aflevering. Freddy Fish, de zaak zeemonster. Volgende aflevering gaan we dit staaltje even flink analyseren. Verzamelen we een paar zeeregels en geven ze aan Harriette. Hi. Hi, mond Freddy, ik ben aan het praten. Nou ja, even kijken voor deze aflevering. Doe een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, zie ik je de volgende aflevering terug. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door de magische munt die bepaalde dat ik Freddy Fish moest opnemen en geen Crash Bandicoot. Als je het meer zin had in Crash Bandicoot, deze munt is kut. Nou ja, even kijken. Doei!